citeer uit de veelheid en de overvloed nu nog één gebouw waar u mee bezig bent, geloof ik, en dat is het Antwerpse Conservatorium. Wat bestaat daar al van en hoe is het gegroeid? Dat is een mooi werk. Voor mij als studie, werkelijk een zeer mooi werk. Nu is er een eerste deel gebouwd en dat zijn alleen de klaslokalen en de administratie. Dat is al hetgeen dat er gebouwd is. En om de stilte te hebben in al de lokalen, de klaslokalen, heb ik een grote patio gemaakt waar al de klaslokalen rondgebracht zijn. Dus ik heb het lawaai niet van de straat. Dat is nu gebouwd. Dat deel is gebouwd en kan men bezoeken. Nu gaan we met de tweede schijf beginnen. En daar beginnen we met de concertzaal voor 1000 plaatsen. Een toneelzaal, klein, voor 750 plaatsen. En een groot bibliotheek, want dat hebben we nu nodig. Ja. Voor het ogenblik is die bibliotheek ondergebracht in lokalen die er niet voor bestemd zijn. Maar dat hopen we nu te mogen bouwen. En die concertzaal en de toneelzaal zijn ook opgetrokken in beton. Waarom hebt u die plaats gekozen, zo kort bij de autoweg, de E3, vind ik? Ja, u stelt me een vraag die ik liever niet dat wil beantwoorden, want er zijn te veel mensen in betrokken en zo weer. Maar aangezien u ze bestelt, zal ik er dan toch op antwoorden. Wanneer die plaats uitgekozen is geweest, dus op mijn voorstel, waren dat nog militaire gronden die vrij kwamen, maar er was geen sprake op dat ogenblik van de E3 daarnaast te trekken. En naast die militaire gronden waren ook grachten. Ja, die militaire grachten. En ik zag dat landschap, nietwaar, bestaat uit die heuvels, waar, die redoute van de militairen met dat water ernaast. En zo. Ik zeg, die plaats is uitstekend. Ze is ook goed gelegen omdat de studenten ze gemakkelijk zouden kunnen bereiken. Ja, in het midden van de stad, van de omliggende gemeente, je kunt er gemakkelijk bij. Dat was voor mij de beste plaats. En inderdaad, dat zou de beste plaats geweest zijn altijd. Wanneer wij aan het bouwen waren, dan hebben we vernomen dat de E3 ernaast. En dat ik van dat water moest vanaf zien. Dat is een heel drama geweest. Dat heb ik besproken. Ze hebben nu dat water afgenomen. Ah ja, in plaats van water zijn er nu auto's aan het rijden. Hè. Dat element, dat architecturale element, want die heuveltjes die er zijn, dat water dat er is, dat zijn zoveel architectuurelementen waar ik mee werk. En ze hebben me die afgenomen, ik heb die niet meer. Er blijft nog een gebouw over. En zover, want toen was het nog maar de E3. Want dan zegt nee, Stijn, dat is altijd zo geweest. Dat is niet, want ik heb een plan waar het E3 veel verder gebouwd is. Nu, dat heb ik en dat zal ik houden als bewijs. Ja, maar tot daartoe, er was niets aan te doen. De administratie van de autosnelwegen in Brussel, dat was beslist, dat was gedaan, er was niets meer aan te doen en ik mocht doen wat ik wou, er was niets aan te helpen. Alleen hadden ze gezegd, ja, we moeten een stuk van uw berg afnemen. Daarom zeg ik, nee, doe nu alsjeblieft, laat die auto's niet meer rijden, maar in godsnaam, laat me toch de grond waarover ik heel de samenstelling heb ontworpen, laat die grond zo zijn. Dat hebben ze dan toch toegestaan. Ze zijn met die auto weg wat verder gegaan. Ik geloof een 20-tal meter verder. En dat verandert niets aan de zaak. Alleen dat de grond gebleven is zoals hij oorspronkelijk was. En kort daarom, niet veel later, weer ik opnieuw ontboden om te horen zeggen dat er ook een trein zou inlopen. Dus ik had niet alleen met auto's, nu heb ik er ook een trein die inloopt. Het zijn tweesporen. Die komen nu van het hoofdstation, nu gaan zo langs de E3, gaan de tunnel door en komen op de linkeroever. En die rijden er nu ook in. Gelukkig dat we voorzorgen genomen hadden voor de trillingen op te nemen. Ja. Want begrijp nu goed, die treinen, die we weten allemaal wat lawaai dat kan maken. Dus technisch is dat wel opgelost, maar bref, die trein die loopt erin. En ze hebben gezegd, ja Stijn, je zult er wel een grondkeerde muur maken voor die grond tegen te houden, waar dat jij zoveel aan houdt.
Ik heb die trein toch ook een beetje verder laten plaatsen, dus dan dat de grond toch nog altijd nu ongeschonden is. Met dit geval nog dat er naast het conservatorium nu een gesloten zwemdok gebouwd wordt. En dat een zeer groot volume is. Ze neemt veel plaats in de ruimte. En dat naast het conservatorium wij gaan concurrentie doen. Begrijp u? Dat is een soort concurrentie tussen twee representatieve gebouwen. Met die twee zalen, dat is mijn kant. En dat is de andere kant ook zo'n groot volume. Zie je, dat meer ruimte moet tussen liggen. En eventueel groen, enkele bomen, nuaren, een rustige zone. En dan die zwemkom. Nee, nu is dat allemaal boef op een. Heel het landschap waar ik op rekende, dat deel uitmaakte van mijn samenstelling, is helaas verdwenen. Maar ik moet toch zeggen dat ik met de ambtenaren die met mij moeten samenwerken, dus de directie van de openbare werken in Brussel en ook de directie van de schoolgebouwen, mij toch veel geholpen hebben. Mij veel geholpen hebben en ik moet er dankbaar voor zijn. Want je kunt in de administratie veel mensen tegen hebben en mensen die mee willen. En wel, ik moet zeggen dat, niet tegenstaan dat met mij altijd niet gemakkelijk is. Maar, ik heb ook mijn idee, ik verdedig deze zoals ik moet. Dat is altijd niet gemakkelijk voor hun, ook niet voor mij.